Goedemiddag, welkom bij de workshop Dreigend Ontslag. Ik zit hier nu samen met mijn collega Benny Putters, die mij ondersteunt bij deze workshop. Ik ben nog even in afwachting van de PowerPoint. Dank Benny. Dank allen voor uw aanwezigheid bij dit webinar. Voordat ik begin, wil ik eerst eventjes mijn dank uitspreken voor de Stichting Werk Vinden, die ons steunt in deze workshop en ook het nodige aan promotie heeft gedaan. Dank daarvoor. Ja, even voorstellen, mijn naam is Jos van Bohemen. Ik ben al ongeveer 25 jaar advocaat en hou me met name bezig met arbeidsrecht en insolventierecht. Daarnaast wil ik u ook even voorstellen aan mijn collega's die mij ook hebben geholpen bij dit webinar. En dat zijn Esther Kapel en Sietske Salentijn. Ja. Ja, waarom doen wij dit webinar over dreigend ontslag? We hebben gemerkt dat er tegenwoordig veel vragen leven bij werknemers als werkgevers met betrekking tot het vraagstuk dreigend ontslag. Er is natuurlijk al enige tijd sprake van een coronacrisis en de faillissementen en ontslagen zijn nog nooit zo laag geweest. Maar iedereen voelt wel een beetje op zijn klompen aan dat het niet lang gaat duren voordat het toch anders gaat worden en dat er mogelijk een ontslaggolf aankomt. Ja, en iedereen vraagt zich af van, ja, wat zal dat voor mij individueel betekenen? Ja, als je het hebt over ontslagrecht, over dreigend ontslag, dan zijn er natuurlijk vele manieren waarop een dienstverband kan eindigen. Dat kan zelfs tijdens de proeftijd gebeuren. Het kan een ontslag op staande voet zijn, wegens langdurige ziekte. Maar wat we eigenlijk willen doen vanmiddag is ons beperken tot een tweetal onderwerpen en dat is eigenlijk het ontslag dat verband houdt met bedrijfseconomische omstandigheden en het ontslag wegens meer in de persoon gelegen redenen. Dat klinkt heel deftig, maar ik zal daar zo wat meer over vertellen. Daarnaast wil ik tijdens dit webinar ingaan op het ontslaggesprek. Hoe kunt u zich daarop voorbereiden? Waar moet u op letten? En op het moment dat we die onderwerpen hebben gehad, gaan we het wat meer hebben over de wijze waarop een werkgever een ontslag kan realiseren. Dat kan eenzijdig, maar dat kan ook via een vaststellingsovereenkomst. En als we het hebben over de vaststellingsovereenkomst, dan komen we ook aan bij het onderwerp de transitievergoeding. En waar ik tenslotte ook mee wil afsluiten, dat is het onderwerp uitkeringsrechten. Een onderwerp wat nog wel vaak over het hoofd wordt gezien, maar toch wel heel belangrijk is als het gaat om een onderwerp als dreigend ontslag. Ja, ik zei het al, een ontslag wegens in de persoon gelegen redenen. Waar moet u dan aan denken? Dan moet je eigenlijk met name denken aan drie onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen. En allereerst hebben we het dan over dysfunctioneren. Op het moment dat er sprake is van dysfunctioneren van een werknemer. Daar gaat voor mij nog goed. Op het moment dat er sprake is van dysfunctioneren van een werknemer. Ja, dan zal een werkgever over het algemeen toch echt een dossier moeten hebben opgebouwd. Daar is tegenwoordig ook veel om te doen. Wanneer voldoet een dossier aan een ontslag? Voor u als werknemer is van belang dat u zich ervan bewust bent dat een werkgever ook verplicht is om bijvoorbeeld een verbetertraject aan te bieden. Ja, als dat niet gebeurt, dan kan dat een werkgever duur komen te staan. Wat ook altijd van belang is, is om toch ook in het achterhoofd te houden dat, dat je moet kijken naar wat is nou eigenlijk de functieomschrijving van een werknemer. Dus op het moment dat u afgerekend wordt op taken die niet tot uw functie behoren, dan kan het al voor een werkgever een probleem zijn. Wat verder nog een rol speelt als we het hebben over dysfunctioneren, is de verplichting van een werkgever om te kijken of er andere herplaatsingsmogelijkheden zijn, of misschien wel mogelijkheden om een werknemer om te scholen.
Een andere reden om tot een beëindiging van een dienstverband te komen, dat is een verstoorde arbeidsrelatie. En in de praktijk merken we eigenlijk dat als je het hebt over een verstoorde arbeidsrelatie, dat het dan toch iets minder van belang is om schriftelijk het een en ander vast te leggen. Een verstoorde arbeidsrelatie kan zich in één keer voordoen. Dat komt soms binnen enkele weken al omslaan. Maar wat dan wel van belang is, dat een werkgever toch probeert om die verstoorde arbeidsrelatie weer te herstellen en te voorkomen dat er sprake is van een ernstige en duurzame verstoring. De manier waarop een werkgever dat kan doen, dat is door een werknemer mediation aan te bieden. Mijn ervaring is dat een dergelijk traject ook vaak wel weer leidt tot een beëindigingsregeling. Maar goed, daar komen we dan ook later nog wel op terug. Daarnaast, als we het hebben over in de persoon gelegen redenen, spreken we over verwijtbaar handelen. Het werkweigering, te laat op het werk komen, ongeoorloofde afwezigheid. Dat zijn allemaal voorbeelden van verwijtbaar handelen aan de kant van een werknemer. En wat we eigenlijk nu merken in de coronacrisis is dat ook dat soort situaties zich steeds vaker voordoen. We hebben het te maken met coronamaatregelen, we hebben te maken met verzoeken om thuis te werken, verzoeken van werkgevers om nou juist niet thuis te werken. Mensen hebben een korter lontje en ja, wij merken toch wel dat dat steeds meer speelt en ook leidt tot conflicten en daarmee tot een dreigend ontslag. Wat verder nog van belang is als we het hebben over in de persoon gelegen omstandigheden, dat is dat het tegenwoordig mogelijk is om ontslaggronden zeg maar, te combineren. Dus op het moment dat er sprake is van dysfunctioneren, maar ondertussen ook die arbeidsrelatie aan het verstoren is, ja, dan kunnen die gronden bij elkaar worden gevoegd, die redenen en die cocktail van meerdere ontslaggronden kan dan soms tot een ontslag leiden. Dus met andere woorden, het kan voorkomen dat een ontslag wegens dysfunctioneren dat het niet lukt, maar dan met die verstoring van die arbeidsrelatie erbij, dat je dan wel in één keer voldoende dossier hebt om tot een beëindiging van het dienstverband te komen. Dat is eigenlijk iets nieuws sinds 1 januari 2020. En dat is wel die cocktailgrond, zoals dat genoemd wordt, dat is wel iets waar steeds meer gebruik van wordt gemaakt. Ja, hoe bereidt u zich nu voor op een ontslag die meer dus te maken heeft met die persoonlijke omstandigheden, dysfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie? En heel veel werknemers beseffen eigenlijk niet dat ze daar zelf eigenlijk al heel veel in kunnen doen op het moment dat je eigenlijk wel een beetje aanvoelt dat de stoelpoten langzaam onder je stoel vandaan worden gezaagd. En dat is dat je eigenlijk zelf zoveel mogelijk moet proberen om vanuit je eigen kant bewijs te verzamelen. En dat kan vaak op hele simpele manieren. E-mailcorrespondentie die gewisseld is, WhatsApp-berichten met collega's, met leidinggevenden. Dat kan soms al een heel ander licht werpen op een geschil wat zich zeg maar, later vormt. De ervaring is dat vaak als er een ontslaggesprek wordt gevoerd, dat er dan geen weg meer terug is. En dat ook het voor een werknemer vaak niet meer makkelijk is om dan in één keer zijn e-mails weer door te lezen. Er vindt vaak een non-actiefstelling plaats. Ja, en dan loop je gewoon achter de feiten aan. Dus dat is wel iets wat je vooraf als werknemer kunt doen. Hè? Op het moment dat je al aanvoelt van het gaat niet goed. Ik hou er rekening mee dat ik mogelijk op korte termijn op het matje zal worden geroepen. Dan is het gewoon verstandig om gewoon nog eens eventjes in je WhatsApp berichten te kijken. In je e-mail berichten. En soms kun je ook correspondentie sturen. Hè? Een mailtje naar een collega, een mailtje naar een klant. Als je wil weten of de klant tevreden is. Dat zijn allemaal zaken die van belang kunnen zijn. Op het moment dat je bijvoorbeeld later wordt aangesproken door een werkgever die zegt dat klanten ontevreden zijn. Dan is het altijd leuk als je in één keer uit je achterzak een aantal WhatsApp berichten of e-mails kunt toveren waaruit het tegendeel blijkt. Wat ook belangrijk is wat ik wel vaak zie gebeuren, is dat je als werknemer je op de vlakte houdt als het gaat om social media. Ik zie steeds vaker dat werknemers uit de school klappen via social media en hun onvrede uiten over werkgevers. Ja, en die lezen ook gewoon regelmatig de Facebook-accounts of de Instagrams na. En ja, dat kan soms verstrekkende gevolgen hebben.
Een vraag die ik regelmatig krijg van ja, in hoeverre kan ik nu als werknemer telefoongesprekken opnemen? Ja, laat ik vooropstellen dat het opnemen van telefoongesprekken zonder dat je de andere kant daarvan in kennis stelt natuurlijk niet echt de schoonheidsprijs verdient. Het is in beginsel natuurlijk ook gewoon onrechtmatig om gesprekken op te nemen zonder dat de andere persoon daarvan af weet. Maar uit de praktijk blijkt eigenlijk dat ja, rechters daar toch behoorlijk makkelijk mee omgaan. Ik heb al zo vaak meegemaakt dat we een beroep doen op onrechtmatig verkregen bewijs, hè, met betrekking tot telefoongesprekken, en dat door een rechter eigenlijk redelijk makkelijk van tafel wordt gewuifd. Dan zie je wel weer dat er een verschil wordt gemaakt tussen gesprekken die worden opgenomen in de aanloop naar een conflict, of werknemers die bij wijze van spreken al 5 jaar lang constant gesprek opnemen. Dat vindt een rechter wel te ver gaan. Als er nog geen sprake is van een dreigend conflict en je gaat eigenlijk alles al opnemen, ja, dan zorgt dat wel voor een omslag bij een rechter die dan toch wel iets anders tegen een ontslagzaak gaat aankijken. Wat ook vaak wel speelt is dat werknemers zeggen van ja, goh, mijn collega weet ook hoe het zit. Zullen we mijn collega eens even benaderen voor een verklaring? En de ervaring leert eigenlijk dat dat vaak heel moeizaam gaat op het moment dat er een conflict is. Collega's trekken dan hun handen ook vaak af van een werknemer die voor ontslag is voorgedragen en kiezen uiteindelijk ook gewoon voor hun eigen baan. En om die reden is het dan ook belangrijk om in zo'n voortraject al te kijken wat je dan wel kan bereiken bij een collega. Inderdaad, met een simpele WhatsApp bericht, met een e-mail of wat dan ook. Omdat ik uit ervaring weet dat je daarna vaak geen beroep meer kan doen op die collega's. Ja, het ontslaggesprek. Zo'n gesprek dat komt eigenlijk altijd onverwachts. Ook al hou je rekening met een dreigend ontslag, dan nog zie je niet altijd aankomen dat je een gesprek krijgt wat te maken heeft met een ontslag. Het is ook heel vaak zo dat het niet wordt aangekondigd. Dat een werkgever zegt van, goh, beste Jan, om 4 uur wil je eens even langskomen. Ja, en dan kom je binnen en dan zit er iemand van HR en de directie. En op dat moment weet je wel hoe laat het is. Een van de adviezen die ik kan geven is om in ieder geval altijd zoveel mogelijk een afwachtende houding in te nemen. En als het maar even kan, om iemand mee te nemen, hè, op het moment dat je wel erop voorbereid bent en je weet waarover het gaat. Een kennis, een vriend, een familielid of een vertrouwenspersoon. Niet ieder bedrijf heeft een vertrouwenspersoon. Je moet dan toch wat kijken naar de wat grotere organisaties. Maar ja, ik heb best wel regelmatig meegemaakt dat er achteraf toch discussie ontstaat over wat er tijdens het gesprek besproken is. En dan kan het toch wel fijn zijn als er maar iemand namens jou ook bij heeft gezeten. Wat ook niet altijd gebeurt is dat de werknemer een schriftelijke toelichting krijgt van hè, waarom word ik ontslagen. Dan wordt het even tussen de neus en lippen door wordt het even verteld. Een korte toelichting. Probeer altijd te vragen om een schriftelijke onderbouwing. Vraag een werkgever van oké, we hebben nu een gesprek. Ik hoor het nu, maar ik wil gewoon een e-mail hebben, een brief waarin het nader wordt toegelicht. Wat je natuurlijk nadrukkelijk moet voorkomen als werknemer is dat je ter plaatse je laat overrulen door verklaringen te ondertekenen of brieven of wat dan ook. Doe dat niet. Op het moment dat heel erg wordt aangedrongen kan je wel iets tekenen voor gezien, maar ga nooit een brief of verklaring zomaar ondertekenen. Het gebeurt nog steeds te vaak dat werknemers zich ook onder druk laten zetten en dan toch wel iets ondertekenen. Je doet er helemaal niets verkeerds mee en ik heb ook al vaak meegemaakt dat er gedreigd wordt met nog verdergaande maatregelen als een ontslag op staande voet. Wees u ervan bewust dat dat allemaal niet zomaar kan. Wat u eigenlijk ook moet voorkomen in zo'n eerste ontslaggesprek is dat u zelf gaat onderhandelen of u uit de tent laat lokken als het gaat om beëindigingsvoorwaarden. Je bent vaak al overdonderd, krijgt daardoor niet de volledige boodschap mee. En op het moment dat je dan ook nog moet gaan onderhandelen over financiële voorwaarden, ja, dan doe je jezelf al heel snel tekort. Dus doe dat niet. Geef ook gewoon aan van dat niet gaat. Dat je dat later met een jurist wil bespreken en dat recht heb je ook gewoon. Ja, en dan het ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Op dit moment
zijn de cijfers heel laag als het gaat om bedrijfseconomische ontslagen. Maar iedereen voelt wel aan dat dat niet altijd zo zal blijven. Heel veel bedrijven worden op dit moment nog in de lucht gehouden door de NOW-regeling. Maar straks zullen er met name veel ontslagen volgen die te maken hebben met verliesgevende situaties. Het terugloop van omzet of klanten. Dat zal toch wel de dag als het gaat om bedrijfseconomische omstandigheden. Maar als je het hebt over bedrijfseconomische omstandigheden, dan kun je verder ook nog denken aan technologische veranderingen in een organisatie. Hè, of dat de organisatie zelf verandert. Bijvoorbeeld de automatisering, waardoor er minder arbeidskrachten nodig zijn. En dan hebben we natuurlijk ook nog de bedrijfsbeëindiging en de bedrijfsverhuizing of het verplaatsen van activiteiten van Den Haag naar Heerlen. Ik noem maar een voorbeeld. Ja, dat leidt natuurlijk al snel tot een reorganisatie. Dat zijn wel de belangrijkste redenen als we het hebben over bedrijfseconomisch ontslag. Ja, waar moet u op letten als we het hebben over bedrijfseconomisch ontslag? Als je kijkt naar bedrijfseconomisch ontslag, dan zijn er eigenlijk een aantal in het oog springende onderwerpen die dan de revue passeren. Allereerst is het aan een werkgever om de noodzaak van bedrijfseconomisch ontslag goed te onderbouwen. En daar komt gewoon heel veel bij kijken, is mijn ervaring. Ik zie regelmatig ontslagaanvragen binnenkomen en dan praten we over 10, 15 centimeter dikte aan dossier wat er binnenkomt. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat het UWV een werkgever echt het hemd van de lijf vraagt. Je moet met de jaarrekening op de proppen komen. Prognoses voor de komende 6 maanden met en zonder reorganisatie. Klantenportefeuilles, facturen die de afgelopen jaren zijn gestuurd. Je kunt het zo gek niet bedenken of het UWV kan het van een werkgever verlangen om het op tafel te leggen. Dat is ook wel vaak een reden voor een werkgever om niet te kiezen voor de weg via het UWV. Het is een vrij intensieve weg. Maar goed, daar zal ik zo ook nog wel even op terugkomen. Wat verder ook nog van belang is, en dat komt uiteindelijk in zo'n ontslagaanvraag ook wel weer aan de orde, is dat een werkgever die moet herplaatsingsinspanningen plegen. Dat is een stap die vaak nogal behoorlijk makkelijk wordt overgeslagen. Er wordt gewoon gezegd, ja, dat kan niet. Maar dat is niet iets waar het UWV dan altijd genoegen mee neemt. En het verdient toch de voorkeur om dat wat beter te onderbouwen. Dus nood daar een arbeidsdeskundige bij te halen of wie dan ook op het moment dat die vraag speelt. Een ander belangrijk onderwerp wat aan de orde komt als je het hebt over bedrijfseconomisch ontslag, dat is het afspiegelingsbeginsel. Dat is een beginsel waar ik zo nog wel even op zal terugkomen hierna. En wat verder nog relevant is, maar dan ben je vaak wat verder in dat traject als je het hebt over ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Dat is een sociaal plan of een CAO. We hebben eigenlijk voorafgaand aan de workshop al een aantal vragen erover gehad van ja, hoe zit dat nu met zo'n sociaal plan? In een sociaal plan staan vaak allerlei extra aanspraken die u heeft op het moment dat een bedrijf gaat reorganiseren. De verplichtingen die een werkgever heeft om extra geld aan te bieden voor scholing, outplacement. Vaak zie je ook dat een werknemer op basis van een sociaal plan toch iets meer krijgt dan de gebruikelijke vergoedingen. En ook in bepaalde cao's zijn al behoorlijk vergaande verplichtingen opgenomen voor een werkgever. Dus dat is belangrijk om dat mee te nemen op het moment dat u in zo'n traject terechtkomt. Het is niet altijd zo dat het een sociaal plan is. Als we het hebben over de bakker om de hoek en er moet één bakker uit, dan zal er niet een heel sociaal plan worden opgesteld. Maar we zien dat vaker bij de wat grotere organisaties, waar er 20, 30, 40 of meer mensen uit moeten, dan bestaat er behoefte aan een sociaal plan. Dat is echter geen verplichting. Dat is denk ik wel even goed om dat te vermelden. Het opstellen van een sociaal plan, daartoe kan een werkgever vrijblijvend overgaan. En dat sociaal plan, dat kan zeg maar eenzijdig worden opgesteld. Dat kan in samenspraak met de ondernemingsraad. Maar wat je ook vaak ziet, maar dan hebben we het ook weer over de grotere organisaties, dat gebeurt in samenspraak met een vakbond. En wat eigenlijk aan de hand is op het moment dat zo'n sociaal plan wordt opgesteld, bijvoorbeeld in overleg met de vakbonden, dan heeft dat gewoon meer bewijskracht dan bijvoorbeeld een sociaal plan dat eenzijdig door een werkgever wordt opgesteld.
Er hebben meerdere partijen naar gekeken. Een vakbond die de belangen van de werknemers behartigt. En wat je dan ook ziet in de praktijk, is dat je daar dus al snel volledig aan gebonden bent als werknemer. En dat betekent dus ook dat je dan eigenlijk gewoon weinig of geen onderhandelingsruimte meer hebt. Kom je bij een rechter met een sociaal plan waar de vakbond haar handtekening onder heeft gezet, dan zal een rechter dat al heel snel als leidend zien. En dan heeft het dus ook geen zin om te kijken of er nog verder veel ruimte is. En vooral bij grote reorganisaties merk je dat er gewoon behoefte is, ook vanuit werkgeverszijde, aan die zekerheid. Je wil gewoon weten waar je aan toe bent. En dan moet je gewoon wat extra tijd en effort stoppen in zo'n traject met een vakbond. Maar op het moment dat je een sociaal plan hebt, dan heb je ook wel de belangrijkste stap gezet naar die reorganisatie. En ook naar een succesvol resultaat. Ja, dan het afspiegelingsbeginsel. Ik merk vaak zelf in de praktijk dat dat wel iets is waar heel veel om te doen is in ontslagzaken. Die noodzaak van het bedrijfseconomisch ontslag, die hobbel kan een werkgever vaak wel wat makkelijker nemen. Maar als je het hebt over dat afspiegelingsbeginsel, dat heeft dan puur te maken met de selectieprocedure. Vroeger hadden we het altijd over last in, first out. Dat was redelijk simpel. Dan de werknemer die er het laatst in kwam, die moest er het eerst uit. Dat was wel redelijk makkelijk uit te zoeken. Maar dat afspiegelingsbeginsel is toch wel iets complexer. Maar dat is eigenlijk wel een soort combinatie van dat last in, first out beginsel. Maar dan eigenlijk toegepast op verschillende leeftijdscategorieën. Ik kom daar zo even op terug. Maar waar je eerst naar moet kijken als je het hebt over het afspiegelingsbeginsel is van, ja, is er sprake van een uitwisselbare functie? En om het zo simpel mogelijk een beetje te houden, als je het hebt over een productieafdeling, waar bijvoorbeeld 20 productiemedewerkers werkzaam zijn en er moeten 5 productiemedewerkers ontslagen worden, ja, dan heb je het al snel over een uitwisselbare functie. De inhoud van de functie is hetzelfde, de kennis van de werknemers is hetzelfde. En dat geldt ook voor de vaardigheden en de competenties. Waar je dan ook nog naar kan kijken is het niveau en beloning. Je ziet soms wel mensen op zo'n productieafdeling met toch wel specifieke kennis of ervaring die meer verdienen. Een leidinggevende verdient vaak meer. Ja, dat zijn dan functies die niet uitwisselbaar zijn. Wat er in de praktijk vaak wel gebeurt is dat daar toch wel, ja, ook wel door werkgevers creatief mee wordt omgegaan. Dat net het kringetje van uitwisselbare functies iets groter wordt gemaakt of iets kleiner wordt gemaakt. En dat daarbij ook wel de wens speelt van sommige werkgevers om toch te kijken of ze bepaalde werknemers dan onder dat begrip uitwisselbare functie kunnen vangen. Ja, op het moment dat je zo'n groep van uitwisselbare functies hebt, en ik geef dat voorbeeld maar weer even opnieuw, de productieafdeling, dan ga je al die mensen van zo'n productieafdeling onderverdelen in leeftijdscategorieën. Op de sheet is dat ook al aangegeven, 15 tot 25 jaar en dat loopt dan tot 55 jaar en ouder. En vanuit die leeftijdscategorieën ga je kijken waar de meeste mensen werkzaam zijn. En ja, vaak is dat 25 tot 35 of 35 tot 45. En dan ga je kijken naar dus de leeftijdscategorie waar de meeste werknemers werkzaam zijn. En dat is dan ook de leeftijdscategorie waar de eerste werknemer van, zeg maar, ontslagen boventallig moet worden verklaard. Dus in de praktijk zie je al snel dat, om het even simpel te houden, dat de meeste ontslagen die vallen in de leeftijdscategorieën waar de meeste werknemers werkzaam zijn. Uiteindelijk zal je tot een gelijkmatige spreiding moeten komen. Dus in iedere leeftijdscategorie moeten naar rato evenveel werknemers uiteindelijk boventallig worden verklaard, zodat je aan het einde van de rit weer een naar rato zelfde percentage aan werknemers overhoudt. Dat klinkt behoorlijk ingewikkeld en dat is het soms ook. Als je één iemand wil ontslaan, dan kan je wel heel snel zien wie er als eerste in aanmerking komt. Je kijkt naar de leeftijdscategorie, wie is het kortste in dienst? Heel simpel. Als er verder geen discussies over uitwisselbaarheid, dan ben je snel klaar. Maar op het moment dat er van de 20 productiemedewerkers er 10 uit moeten, dan wordt het wat ingewikkelder. En daar heb je ook computerprogramma's voor waar je alles kan invullen. Datum in dienst, training, leeftijd en dat soort zaken allemaal. En dan zie je vanzelf wel de uitrollen
wie er uiteindelijk als eerste boventallig moet worden verklaard. Maar voor dit webinar is het denk ik voor u belangrijk om te weten van ja, uitwisselbaarheid is een belangrijk onderwerp. Daar wordt soms wel creatief mee omgegaan, dus wees daar kritisch op. En dat geldt natuurlijk ook voor die rangorde. Vaak zie je zelf al, als je ergens 20 jaar in dienst bent en je zit in een bepaalde leeftijdscategorie, of de collega's om je heen die dezelfde leeftijd hebben, korter in dienst zijn. En dan weet je vaak wel een beetje wat het risico is dat je als werknemer loopt. Ja, wat kunt u doen als het gaat om een bedrijfseconomisch ontslag? We hadden het zojuist al over een ontslag wegens persoonlijke redenen. Een advies was om toch te kijken van, goh, heb ik nog wat interessante e-mails? Het is goed om nog eens eventjes op intranet te kijken. Hè? Nou ja, goed, dat soort zaken. Bij een bedrijfseconomisch ontslag is het over het algemeen wat lastiger. Als je gaat kijken wat je als werknemer van tevoren kan doen. En dat heeft ook wel te maken met een belangrijk aspect van zo'n ontslagzaak. En dat is gewoon dat het vaak gaat om financiële informatie die een werkgever heeft. En waarmee die dan een ontslagaanvraag probeert te onderbouwen. Dat is informatie waar je zelf als werknemer geen kennis van hebt. Werk je op de productieafdeling, dan weet je vaak heel weinig af van de bedrijfseconomische situatie van een werkgever. Je hoort wel eens wat in de ondergangen, maar je weet vaak niet van de roet en de rand. Dat zou anders zijn op het moment dat je op een sleutelpositie zit. Als je zelf een financiële verantwoordelijkheid hebt, ja, dan kan je nog wel eens wat informatie verzamelen die toch mogelijk een ander licht op zo'n ontslagzaak werpt. Maar voor de gemiddelde werknemer is dat gewoon lastig. Maar het kan soms ook gaan om hele simpele dingen. Ik heb recentelijk ook nog meegemaakt dat werkgevers zeg maar rond de kerstdagen nog een hele positieve nieuwsbrief sturen aan het personeel. Met het bericht van, goh, volgend jaar 2021 moet nog een mooier jaar worden. We gaan vaccineren en de gordijnen gaan weer open en wij verwachten ook weer positieve omzetten. Ja, op het moment dat het in een nieuwsbrief wordt vermeld, doet u er gewoon verstandig aan om dat toch ergens eventjes een apart plaatsje te geven in uw mailbox of thuis in een la. Dat zijn toch wel relevante stukken op het moment dat een werkgever vervolgens na 3 maanden besluit om een ontslagaanvraag in te dienen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Dan heeft een werkgever toch iets uit te leggen. Dat geldt ook als het gaat om een organisatieverandering. Als je dat al ziet aankomen, dan kan het zinvol zijn om gewoon eens eventjes te kijken van, goh, wat is er nog aan informatie over de organisatie, organogrammen en dergelijke. Die zijn vaak wel voorhanden en mijn ervaring is dat die soms ook nog wel weer eens aangepast worden in het kader van een ontslagaanvraag. En als u dan kunt laten zien hoe het daadwerkelijk zat, ja, dan kan dat inderdaad ook weer een ander licht werpen op zo'n ontslagaanvraag. Dat geldt ook voor functieprofielen die vaak niet voorhanden zijn en ook achteraf worden gemaakt in het kader van een ontslagzaak. Dat zijn ook zaken waarvan u vooraf misschien al mogelijk wel wat informatie kan opzoeken in de bestanden die u nog van uw werkgever heeft of waar u toegang tot heeft. De vraag die zich dan ook regelmatig voordoet is, ja, maar kan ik dat nou allemaal wel doen? Stel, ik heb die informatie van die werkgever en ik word geconfronteerd met een ontslagaanvraag. Mag ik die informatie dan gebruiken? Nou, het antwoord daarop is volmondig ja. U heeft gewoon namelijk het recht om u te verdedigen in een ontslagzaak met dezelfde middelen die een werkgever heeft. Het mag niet zo zijn dat een werkgever alleen maar gebruik mag maken van bepaalde informatie en u niet. Dus u kunt die informatie gewoon gebruiken en als u wordt geconfronteerd met een beroep op uw geheimhoudingsplicht, dan gaat het gewoon niet op. Ja, op het moment dat het dan zover is, werkgever komt tot een ontslagbesluit, dan heeft de werkgever de mogelijkheid om dat eigenlijk via 2 manieren te doen. En de eerste manier is de eenzijdige manier. En als we het dan hebben over een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden, dan kan dat via het UWV. Die procedures via het UWV die zijn vaak erg kort. Werkgever dient een ontslagaanvraag in. En zoals ik al zei, is dat een enorme klus. En mijn ervaring is ook wel dat zo'n ontslagaanvraag vaak nog wel even wordt teruggestuurd naar een werkgever. Er worden weer diverse vragen gesteld.
Dus voordat het in behandeling wordt genomen, kan het zomaar in één keer 2-3 weken verder zijn. Maar als werknemer krijgt u ten alle tijde daarvan een kopie via het UWV. En daarin staat ook een termijn waarbinnen u kunt reageren, waarbinnen u verweer kunt voeren. Die termijnen zijn kort. We praten vaak over 2 weken. Dus u doet er verstandig aan dat op het moment dat u dat binnenkrijgt, om zo snel mogelijk een jurist of een advocaat te benaderen die u daarin kan ondersteunen. Ik maak wel eens mee dat een werkgever probeert een werknemer onder druk te zetten en dan zegt van, goh, die ontslagvergunning, het is al ingediend, ik heb hem al, dat kan niet. U krijgt altijd een kopie via het UWV en het is niet zo dat dat allemaal achter uw rug om bekokst of kan worden. U heeft gewoon het recht om daarop te reageren. Wat een werkgever wel vaak doet, is eerst even een verkorte ontslagaanvraag indienen, zonder dat al die uitgebreide paperassen worden meegestuurd. En dat is enkel en alleen bedoeld om eventjes een piketpaaltje te zetten. En dan wordt er aan het UWV gevraagd om een termijn van 14 dagen om te kijken of de werkgever er met de werknemer uit kan komen. Wat ik al zeg, dat is een verkorte ontslagaanvraag. En dat is met name bedoeld om te voorkomen dat een werknemer zich naar aanleiding van zo'n ontslagbeslissing ziek meldt. Want ziekte en bedrijfseconomische omstandigheden, dat is een probleem voor een werkgever. Want dan kan je gewoon simpelweg niet eenzijdig zo'n ontslagaanvraag doordrukken. Ja, het eenzijdig ontslag komt daarnaast ook nog als we het hebben over arbeidsongeschikte werknemers ook bij het UWV terecht. Dus als een werknemer langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is, dan zal ook het UWV daarover moeten oordelen. Maar goed, dat is een onderwerp waar we nu niet uitgebreid bij zullen stilstaan. Als het meer gaat om persoonlijke redenen, dysfunctioneren, verwijt behandelen en dergelijke, ja, dan zal een ontslag eventueel eenzijdig gerealiseerd moeten worden via de rechter. De rechter die buigt zich ook over andere ontslagredenen, zoals frequent ziekteverzuim, gewetensbezwaren. Maar goed, dat zijn toch situaties die wat minder vaak voorkomen. En bovendien ook eigenlijk wat minder met dit onderwerp te maken hebben. Dat is meer van alle tijden. Ik zie hier een vraag komen in de chat. Klopt het dat de werknemer via de UWV dan ook inzage krijgt in de financiële situatie van de werkgever? Dat klopt inderdaad. U krijgt uiteindelijk als u die ontslagaanvraag binnenkrijgt dat enorme pakket aan stukken met vaak jaarrekeningen over de afgelopen 3 jaren, prognoses en dergelijke. Dus u krijgt daar inzicht in en het, ja, als u in de gelegenheid bent, verdient ook de voorkeur om daar met iemand naar te kijken die ook wat meer kaas heeft gegeten van de financiële zaken. Maar ja, dat zijn toch ook wel weer informatie die natuurlijk de werkgever grotendeels kan sturen. Prognoses, er wordt uitgegaan van bepaalde bedragen. Dit zijn de kosten, dat zijn de uitgaven. En dat is soms heel lastig voor een werknemer om daar tegengas in te geven. Wat weet je als individuele werknemer nu precies van de kosten af? Dus dat is best wel moeilijk eigenlijk als we het daarover hebben. Nu de volgende. Ja, het eenzijdig ontslag, wat ik al zeg, bij bedrijfseconomische omstandigheden via het UWV. En als we het hebben over de meer in de persoonlijke sfeer gelegen redenen, dan komen we al snel uit bij die kantonrechter. Vroeger was het anders, dan kon je gewoon shoppen, maar dat is al enige tijd niet meer het geval. Maar wat eigenlijk nog steeds in het merendeel van de gevallen gebeurt, is dat een werkgever probeert om er met een werknemer uit te komen middels een vaststellingsovereenkomst. Ik denk dat het wel 80-90% van de gevallen is waarin een dienstverband op die manier eindigt. Dus dat is een hele gangbare praktijk. Als je als werknemer kijkt naar een vaststellingsovereenkomst en daarmee geconfronteerd wordt, dan is het gewoon belangrijk om daar toch de meest in het oog springende onderwerpen even de revue te laten passeren. Allereerst waar altijd goed naar gekeken moet worden en waar ook echt nog steeds heel veel fouten in worden gemaakt, is de opzegtermijn. Waarom? Omdat het UWV bij de ingangsdatum van een werkloosheidsuitkering kijkt naar die opzegtermijn. Dus als u bijvoorbeeld in de maand maart een vaststellingsovereenkomst sluit en er is een opzegtermijn van 1 maand, dan betekent het dus dat u pas per 1 mei een werkloosheidsuitkering zult krijgen. Bent u 20 jaar in dienst, dan geldt al snel een opzegtermijn van 4 maanden. Ja, en op het moment dat dat niet goed
wordt meegenomen in zo'n vaststellingsovereenkomst, dan loopt u gewoon het risico dat u gewoon een maand zelf moet aanvullen of meer. Maar ook altijd veel om te doen is een vrijstelling van werk. Op het moment dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie of ook een bedrijfseconomische situatie, dan zie je toch vaak dat een werkgever zegt van laten we de werknemer maar vrijstellen van arbeid. Dat heeft niet altijd alleen als reden dat het niet meer gaat om samen te werken met elkaar, maar ook gewoon simpel om de werknemer van de werkvloer te halen. Bij bedrijfseconomische omstandigheden wil je eigenlijk het liefst de werknemer niet meer te dicht in de buurt hebben, zodat hij alles ziet. En ja, dat geldt ook eigenlijk wel voor die andere redenen. Wat je vaak ook ziet in een vaststellingsovereenkomst is dat er nog een bepaling wordt opgenomen over outplacement of opleiding. Dat een bepaald budget beschikbaar wordt gesteld. En het voordeel daarvan is dat dergelijke vergoedingen netto kunnen worden verstrekt. Dus een werkgever kan dat netto in zijn administratie verantwoorden, netto uitbetalen aan de werknemer. Er kan nog iets met de BTW gedaan worden, dus dat kan voor beide partijen interessant zijn. Daarnaast heb je natuurlijk de transitievergoeding, waar ik straks ook nog wel even op zal terugkomen. En wat vaak wel vergeten wordt, is dat je ook aandacht moet schenken, zeker als werknemer, aan een eventueel concurrentie- of relatiebeding. Je moet toch eigenlijk willen voorkomen dat je na het einde dienstverband nog gedurende een jaar gebonden bent aan een bepaald beding die je eigenlijk belemmert om bijvoorbeeld bij de concurrent te werken of bij een relatie waar je toevallig een goed contact mee hebt. Dat geldt eigenlijk ook voor het getuigschrift. Het lijkt een van de minder belangrijke voorwaarden, maar het is toch wel heel belangrijk dat op het moment dat je weer de arbeidsmarkt op moet, dat je gewoon een positief getuigschrift hebt en dat een werkgever positieve referenties wil afgeven. Waar wij als advocaat altijd wel specifiek aandacht voor hebben, is het opzegverbod tijdens ziekte. Waarom? Want op het moment dat je een vaststellingsovereenkomst tekent en je bent ziek, dan krijg je in beginsel gewoon geen werkloosheidsuitkering. En dat moet natuurlijk nadrukkelijk worden voorkomen. Dus vandaar dat ook over het algemeen het advies is om een vaststellingsovereenkomst niet te tekenen tijdens ziekte. Wordt wel geadviseerd om het wel te doen. Er is daar overleg over, maar je moet ook met name kijken of het op een bepaald moment verantwoord is dat een werknemer zich beter meldt. Op het moment dat een werknemer alweer op de weg terug is en bij wijze van spreken nog maar voor 10% arbeidsongeschikt is, dan kan het soms wel verantwoord zijn om al eerder in onderling overleg een dienstverband te beëindigen en een werknemer zich te laten ziek melden. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon belangrijk dat de kosten van een werknemer die verband houden met de juridische advisering worden betaald. En mijn advies is ook altijd om in zo'n eerste gesprek, op het moment ook al word je overdonderd door het ontslag voornemen, om dan toch wel even kort te melden van goh, als jullie mij een regeling gaan aanbieden, zorg dat mijn kosten betaald worden. Dat brengt ook een hele hoop rust op het moment dat je dus verder gaat onderhandelen over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkomst. Verder staat er tegenwoordig standaard in een vaststellingsovereenkomst een bedenktermijn van 14 dagen. En dat is om te voorkomen dat werknemers op vrijdagmiddag onder druk worden gezet om een vaststellingsovereenkomst te tekenen en er daarna niet meer vanaf kunnen. Een situatie die toch steeds minder voorkomt, zeker als werknemers zich goed laten adviseren. Maar goed, het is nog wel een wettelijk recht wat een werknemer heeft. Maar mijn ervaring is toch wel vaak dat daar nauwelijks gebruik van wordt gemaakt op het moment dat een werknemer zich laat ondersteunen door een jurist of advocaat bij de onderhandelingen. Ja, heeft u recht op een transitievergoeding? Ja, over het algemeen wel. Dat zou slecht anders zijn als een werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. En dan hebben we het weer meer over die persoonlijke redenen. Maar uit de praktijk blijkt dat eigenlijk heel weinig voorkomt. Dus in beginsel heeft een werknemer gewoon recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag dat hij in dienst is. Dus ook tijdens de proeftijd. En dat is wel anders geweest. Eigenlijk tot 1 januari 2020 moest je minimaal 2 jaar in dienst zijn en wilde er een recht op een transitievergoeding ontstaan. Ik zag over nog even een vraag tussendoor komen. Zullen we die eventjes eerst? Ja, prima. Ik zag even een vraag nog even over de vaststellingsovereenkomst.
van moet je bij de vrijstelling van werk je vakantieuren inleveren? Dat is op zich een goede vraag, want dat moet je helemaal niet. He, dat is vaak natuurlijk ook iets in het kader van onderhandelingen wat dan verder moet uitkristalliseren. Je ziet vaak dat werkgevers dat al vaak aanbieden. Die zeggen, joh, opzegtermijn is 2 maanden. We stellen je vrij van arbeid, maar dan verwachten we wel dat je vakantiedagen worden ingeleverd. In beginsel moeten vakantiedagen gewoon bij het einde van de dienstverband worden uitbetaald. Dus als werknemer kun je natuurlijk altijd zeggen van ja, sorry, maar daar kan ik niet mee akkoord gaan. Maar daarentegen, ja, ik bedoel, het is ook een beetje geven en nemen in het kader van die onderhandelingen. Op het moment dat je nog maar een paar vakantiedagen hebt openstaan en je wordt bijvoorbeeld 2 maanden vrijgesteld, is het niet onredelijk om dat in het kader van de onderhandelingen weg te geven. Dat zou mogelijk weer anders zijn op het moment dat je bij wijze van spreken een stuw meer van 30, 40 of meer dagen hebt staan. Ja, dat kan ook een reden zijn om te zeggen, ja, maar sorry, zoveel wil ik er niet voor prijsgeven. En bovendien, ja, dat is altijd wel een belangrijk argument, is het niet mijn keuze om vrijgesteld te worden van arbeid. Het is uw voorstel, en als u dat wil, prima, maar niet ten koste van mijn vakantiedagen. Dus nogmaals, dat is altijd een standpunt wat ingenomen kan worden. Maar in de praktijk zie je vaak ook dat het onderdeel is van verdere onderhandelingen. En op het moment dat je het weer op een andere manier kan verzilveren met een hogere vergoeding, kan dat vaak ook wel weer de voorkeur hebben. Maar de transitievergoeding is, het staat op de sheet, 1/3 bruto maandsalaris voor ieder gewerkt jaar. Dus vanaf de eerste dag. En daardoor kom je ook wel in rare situaties terecht waarin een werknemer tijdens de proeftijd wordt ontslagen. En nog bij wijze van spreken 20, 30 euro meekrijgt vanwege het feit dat hij 3 weken in dienst is geweest. Maar goed, dat is gewoon een wettelijke verplichting tegenwoordig. En de vergoeding wordt dus ook naar rato berekend. Dus op het moment dat u 3,5 jaar in dienst bent, betekent het 3 keer 1/3 bruto maandsalaris. Plus nog eens een keer een 1/6 bruto maandsalaris. Ja, wat dan verder ook nog mogelijk is, is dat die transitievergoeding wordt opgehoogd. Tot maximaal 50%. Dus dat zou dan betekenen dat je maximaal aanspraak kan maken op 1,5 maal de transitievergoeding. En dat speelt eigenlijk in de situatie waarover ik al eerder heb gered. En dat is die situatie dat we spreken over meerdere ontslaggronden die samengevoegd worden. Alle halve glaasjes water die dan samen uiteindelijk 1 volwaardig glas water vormen. In die situatie zie je dat de kantonrechter bijvoorbeeld die transitievergoeding met 50% kan ophogen. Maximaal 50%. Dus wat je vaak in de praktijk ziet, dat de stok ergens in het midden wordt gestoken. Maar dat hangt ook wel weer af van de redenen die worden aangedragen. Vindt de kantonrechter het allemaal bij elkaar wel voldoende sterk of niet? Maar dat soort argumenten kun je natuurlijk ook meenemen in de verdere onderhandeling. Op het moment dat er een transitievergoeding wordt aangeboden en je stelt je op het standpunt van ja, sorry, maar van dysfunctioneren is geen sprake geweest. En door jullie toedoen is die arbeidsrelatie verstoord. Ja, dan ga je natuurlijk in die onderhandelingen ook zitten op het maximale percentage van 50% van de transitievergoeding. Nogmaals, goed om te onthouden op het moment dat er ook onderhandelingen gevoerd gaan worden. Op dit moment is het ook wel goed om daar even bij stil te staan als je het hebt over die transitievergoeding. Want vaak krijg ik ook de vraag van ja goed, is dat nu alles die transitievergoeding? In beginsel wel, want op het moment dat zo'n zaak bij het UWV komt of bij de kantonrechter, dan is het eigenlijk ook een soort alles of niets scenario. Op het moment dat die kantonrechter zegt van ik vind dat er voldoende reden is om tot ontslag over te gaan, hè, wegens in de persoon gelegen omstandigheden, of het UWV zegt dat vanwege de bedrijfseconomische noodzaak, dan zal er gewoon een transitievergoeding moeten worden betaald. En nogmaals, die kantonrechter kan dat dan weer met 50% ophogen. Ja, op het moment dat er onvoldoende aanleiding is om tot een ontslag te komen, wordt het gewoon nul. En een werkgever zal die inschatting ook moeten maken van hoe sterk is mijn dossier. Ga ik het zo nodig eenzijdig redden bij die kantonrechter? En als dat niet het geval is, ja, dan zie je toch ook vaak dat een werkgever wel bereid is om nog wat meer water bij de wijn te doen. En bij wijze van spreken als standaard die 1,5 maal transitievergoeding of meer aan te bieden. Het is altijd even een kwestie van even aanvoelen en analyseren en filteren van ja, wat is nou daadwerkelijk de grondslag voor het ontslag en zal dat eventueel overeen blijven bij een rechter of een UWV.
Op het moment dat je ziet in een ontslagzaak wegens bedrijfseconomische omstandigheden, dat er gewoon gerommeld wordt met het afspiegelingsbeginsel, ja, dan kan het gewoon een aanleiding zijn om in die onderhandelingen fors hoger in te steken. Zeker als je dat goed kan onderbouwen. Ja, wat ik al zei aan het begin, aan het slot wil ik toch nog eventjes ook stilstaan bij de uitkeringsrechten. Dat is namelijk best wel van belang, omdat ik ook vaak wel merk dat er ook wel makkelijke regelingen worden aangeboden aan jonge werknemers, werknemers van 25 tot 30 jaar die nog eigenlijk heel weinig arbeidsverleden hebben. En dan wordt er gezegd van, goh, we bieden u een vaststellingsovereenkomst aan om uw uitkeringsrechten veilig te stellen. En dan zegt de werknemer, goh, dat is wel heel fijn. En dan vervolgens ga je met elkaar aan de tafel zitten en dan is van, ja, maar hoe lang heb je nu eigenlijk gewerkt? Ja, ik heb pas een paar jaar gewerkt. En dan kom je vaak tot hele beperkte uitkeringsrechten. Ik heb op de sheet ook aangegeven, op het moment dat je 26 weken hebt gewerkt, heb je pas 3 maanden recht op een werkloosheidsuitkering. Vervolgens wordt er ook gekeken door het UWV, bij de duur van de uitkering, naar de jareneis. En dat betekent dat je minimaal 4 jaar moet hebben gewerkt in de voorafgaande 5 jaren. Waar het eigenlijk in essentie op neerkomt, is dat je ongeveer een maand WW opbouwt voor ieder gewerkt jaar. Op het moment ook dat je aan die jareneis voldoet. Dus ja, op het moment dat je 6-7 jaar hebt gewerkt, heb je bijvoorbeeld 6-7 maanden recht op een werkloosheidsuitkering. En dat kan soms ook redenen zijn om in zo'n ontslagzaak wat meer de hakken in het zand te zetten. En dat ook weer te gebruiken in verder onderhandelingen. Zeker als je vooruitzicht gewoon slecht is. En je weet dat het heel moeilijk zal worden om binnen een half jaar bijvoorbeeld weer wat anders te vinden. Zoals bijvoorbeeld nu in de huidige coronacrisistijd. En ook dat argument, het feit dat er crisis is, dat de banen niet voor het oprapen liggen. Dat zijn gewoon argumenten die je in dat licht ook kan gebruiken. Als we kijken naar het recht op WW, de termijn, dat is de 1. Die termijn is maximaal 24 maanden. En daarbij is nog van belang dat de eerste 2 maanden krijgt hij als werknemer 75% en daarna 70%. Dus dat is voor heel veel werknemers een forse aderlating. Even kijken, zijn er nog vragen? Ja, er is toch 1 laatste binnengekomen over de VSO opzegtermijn. Even kijken, in de VSO, de vaststellingsovereenkomst opgenomen opzichttermijn, is toch overeenkomstig de CAO in die van toepassing. Ja, dat klopt inderdaad. De CAO is over het algemeen leidend. Laat ik het even goed zeggen, de wet is leidend, maar de wet geeft vaak de mogelijkheid om bij CAO van bepaalde wettelijke regelingen af te wijken. En als die wettelijke afwijking die in de CAO wordt vermeld in lijn is met wat de wetgever toestaat, dan kan dat gewoon. En je ziet ook vaak bij CAO dat het bijvoorbeeld mogelijk is om opzichttermijnen gelijk te schakelen. He, een van de regels die bijvoorbeeld in de wet staat is dat als de werknemer bijvoorbeeld een opzichttermijn heeft van 2 maanden, dat de werkgever het dubbele moet hebben. Maar dan staat er dat er bij CAO van kan worden afgeweken. Dus dat is altijd belangrijk om daar ook even goed naar te kijken hoe dat in de CAO is vastgelegd. En ik maak ook wel eens mee dat daar fouten in worden gemaakt, maar ook in het voordeel van een werknemer, dat een werkgever ten onrechte ervan uitgaat dat een werknemer een lange opzichttermijn heeft, terwijl uit de CAO blijkt dat het veel korter is. En dan krijgt een werknemer gewoon veel sneller die uitkering. Dus nou goed, dat zijn allemaal situaties waar je natuurlijk rekening mee kan houden, maar ook soms je voordeel mee kunt doen. En dan komt er nog een vraag binnen, ja, over het pensioen. Hoe is het pensioen geregeld? Kun je deze ook bespreekbaar maken in de transitie, bijvoorbeeld in nog 4 jaar te gaan voordat de wettelijke grens is bereikt? Ja. Dat is wel een interessante vraag. Kijk, als we kijken naar de transitievergoeding, over het algemeen ontslagvergoeding, dan wordt daar geen rekening gehouden met pensioengaten, pensioenverlies, pensioenpremies die nog worden betaald. Daar is gewoon geen ruimte voor in de formule. Wat ik wel al regelmatig meegemaakt is dat een werknemer op leeftijd zegt van ja, ik vind het leuk zo'n transitievergoeding, maar ik heb er eigenlijk meer behoefte aan dat er iets met mijn pensioen gedaan wordt. Kunnen jullie niet doorgaan met het verder financieren van mijn pensioen? En dat zijn ook weer zaken die vaak in CAO's zijn vastgelegd of in bedrijfstak pensioenfondsregelingen. De voorwaarden waaronder je dus na einde dienstverband nog kan doorgaan met het opbouwen van een pensioen. Vaak zie je dan ook wel dat er een regeling is die zegt van ja, maar als die werknemer nou weer ergens anders in dienst treedt, ja, dan stopt dat. Dus dat zijn allemaal
bepalingen die daar weer aan in de weg kunnen staan. Maar er ook voor zorgen dat je natuurlijk als werknemer dan weinig manoeuvreerruimte hebt. Dus op het moment dat je bij wijze van spreken als werknemer van 364 een ontslagregeling krijgt. En de werkgever is bereid om iets in de pensioensfeer te doen. Dan moet je ook wel van tevoren weten van ja, ben ik bereid en in staat om aan die aanvullende voorwaarden te voldoen. Maar het kan inderdaad wel dat dat in die transitievergoeding wordt meegenomen. In het verleden hadden we lijfrenteverzekering en dergelijke, maar dat is allemaal niet meer mogelijk, waarin ook die bruto beëindigingsvergoedingen konden worden gestort. En dat was dan fiscaal ook veel interessanter. Maar goed, dat zijn alweer lang vervlogen tijden. Even kijken, kent WW Maximum? Ja, oh, dat is ook nog een vraag. De WW Maximum, toch? Ja, klopt, het maximum dagloon. Dat is wel ook wel even goed om te vermelden. Het WW berekent, of het UWV berekent de werkloosheidsuitkering over het maximum dagloon. En dat zit volgens mij ergens rond de 4500 euro bruto. Dus dat betekent dat de uitkering is maximaal 70% van dat dagloon. En dan kom je uit mijn hoofd even ergens rond de 3100 euro uit. Dus op het moment dat je een maandsalaris hebt van 6.000, 7.000 euro, laten we even goed hoog gaan zitten. Dan betekent het dus dat op het moment dat je een werkloosheidsuitkering krijgt, dat je sowieso al een paar duizend euro kwijtraakt. Doordat je maar maximaal 70% van dat WW dagloon ontvangt. Dus zeker voor werknemers die een hoog inkomen hebben, is dat een forse teruggang. En dat zijn ook wel weer argumenten die je als advocaat kunt gebruiken in onderhandelingen. Hè? Voor mijn cliënt heeft dit ontslag veel meer gevolgen dan voor een gemiddelde werknemer. Hij komt van een salaris van 6.000, 7.000 euro. En we hebben te maken met het WW-dagloon. Dus dat zijn inderdaad wel argumenten die een belangrijke rol kunnen spelen. Ik weet niet of er nog tijd is voor een laatste vraag. Ja, ik kijk wel eventjes. Even kijken, de WW. Ben je als werknemer beter beschermd tegen ontslag als je 100% ziek gemeld staat, korter dan 2 jaar? Ja, in beginsel wel. Op het moment dat je ziek bent, geldt voor een opzegverbod. En dat betekent gewoon dat een werkgever in beginsel niet kan overgaan tot ontslag. Bij bedrijfseconomisch ontslag speelt het natuurlijk sowieso. Is dat dan een probleem? Want de UWV die kan die ontslagvergunning niet afgeven. Dat is ook de reden dat er vaak gewoon gekozen wordt voor de route van zo'n verkorte ontslagaanvraag. Laten we eerst dat piketpaaltje slaan, zodat die werknemer zich niet daarna nog snel kan ziek melden. En als het gaat om persoonlijke redenen, dan zie je ook dat het een flinke belemmering kan zijn. Al geldt daarvoor wel weer dat een rechter die moet nagaan of het ontslag wel of niet verband houdt met ziekte. En als er een verstoorde arbeidsrelatie is die al veel langer speelt en de ziekte speelt daar zijdelings doorheen, ja, dan hoeft een rechter zich daardoor niet te laten weerhouden van een ontbindingsbeschikking. Maar over het algemeen is het een forse belemmering als we het hebben over het streven naar ontslag. En je ziet ook wel vaak dat een werkgever op het moment dat hij niet tot regelingen komt met een werknemer, dat hij gaat drukken bij een bedrijfsarts, dat er gezegd wordt van, goh, moet die meneer niet eens een keer gaan reïntegreren. En met het idee van als een werknemer maar op de werkvloer is, dan lukt het mij vanzelf wel om langzaam een keer tot een ontslagregeling te komen. En dat geldt zeker als die relatie al niet optimaal is. Zijn er verder nog vragen? Via de chat zijn er nu geen nieuwe vragen meer binnengekomen. Nee. Nou, dan wil ik in ieder geval danken voor het bijwonen van dit webinar. Ik hoop in ieder geval dat ik uw belangrijkste vragen heb kunnen beantwoorden en in ieder geval handvat heb kunnen aanreiken voor het geval u geconfronteerd wordt met een ontslaggesprek en ontslagvoornemen van uw werkgever. Op de laatste sheet heb ik ook aangegeven, als er vragen zijn, dan kunt u altijd ook contact opnemen met ons kantoor. Het is wat dat betreft ook altijd beter om te voorkomen dan genezen. En wij begrijpen ook van het argument van kosten. Maar het is niet zo dat bij ons altijd meteen de teller gaat lopen. U kunt altijd even vrijblijvend bellen van, goh, het vuur wordt me nu op dit moment even aan de schenen gelegd. Meneer van Bohemen, kunt u mij eventjes een eerste handvat geven? En van daaruit kun je altijd kijken wat er verder nog nodig is en hoe je mensen daarin kunt begeleiden. Daarbij kun je als werknemer ook vaak gewoon een beroep doen op gefinancierde rechtsbijstand. En dat kunt u ook zelf uitzoeken op
www.rvr.nl. Dat is een website voor gefinancierde rechtsbijstand. En u kunt altijd daar even kijken op het moment dat u denkt van goh, ik heb nu toch echt een advocaat nodig, maar ik ben onvermogend. Dus ja, als er verder geen vraag, ik zie er nog eentje hoeveel belasting. Oh, goed. Ik zal hem even in beeld zetten. Oké. Okay. Wat moet je qua kosten oprekenen voor je? Ja, wij hebben kosten voor juridische bijstand. Wij hebben op onze website prijspakketten staan van €750 exclusief BTW voor het adviseren over een vaststellingsovereenkomst. En mijn ervaring is vaak dat je daar al een heel eind mee komt. Dus als u zegt van ja, in een concrete situatie stelt een werkgever €1500 beschikbaar, dan heb je echt wel een behoorlijk budget om je te voorzien van juridische bijstand. En dan is er ook vaak nog wel meer ruimte om te onderhandelen. De pure advisering over zo'n vaststellingsovereenkomst, wat ik al zeg, daar hebben wij pakketten voor. En daarin kan je ook vaak heel veel betekenen voor een werknemer, want wat wij ook gewoon doen, is we lopen de regeling na en kijken wat er uiteindelijk, in ieder geval volgens de regeltjes, moet worden aangepast. En mijn ervaring is dat werknemers daar ook vaak al heel veel profijt uit halen. En van daaruit kun je ook soms ook een betere inschatting maken van, goh, wat is er nog voor tijd nodig? Waar moet u rekening houden? Hoeveel uur? En ook daar zijn er natuurlijk afspraken over te maken. Dat je steeds tegen elkaar zegt van, goh, een uurtje erbij, twee uurtjes erbij, kunt u ook aangeven op het moment dat we dat genaderd zijn, zodat ik niet onverwachts in één keer met rekeningen van duizenden euro's wordt geconfronteerd. Dan komt hier nog even een inhoudelijke vraag binnen over de transitievergoeding. En de vraag is, hoeveel belasting gaat er van een transitievergoeding af? Is daar iets over te zeggen? Veel. Nee, het is een bruto vergoeding. En dat is een goede vraag, want een werkgever mag het bijzonder tarief toepassen. Een bijzonder tarief is 52%, maar de ervaring is vaak dat er wel minder belasting wordt geheven. Die 52%, dat is vaak hoger dan wat een werkgever normaliter moet inhouden op het salaris. Maar een werkgever mag dat doen van de Belastingdienst, dat bijzonder tarief, om daarmee te voorkomen dat een werkgever later voor die belasting wordt aangesproken. Dus stel, u gaat in één keer veel en veel meer verdienen na uw ontslag, dan blijkt misschien achteraf dat die ontslagvergoeding zwaarder had moeten worden belast. Nou, in een worst case scenario zou de Belastingdienst daar weer voor bij de werkgever kunnen komen als u dat niet uiteindelijk betaalt. Daarvoor is dat bijzonder tarief, maar je ziet vaak in de praktijk dat er gewoon volgens de normale regeltjes, zeker als het inkomen modaal is, dat op die manier die belasting wordt gegeven. Maar uiteindelijk krijgt u dat ook later, als er te veel belasting wordt gegeven, ook wel weer via de Belastingdienst terug. Alleen ja, dan moet je er toch even een tijdje op wachten. Vaak is 52% gewoon te veel, dus het moet uiteindelijk ook weer bij u als werknemer terugkomen. Nou, dat waren zo ongeveer wel de vragen die we op dit moment binnenkregen. Ja. Ja, ik denk dat het goed is om te melden dat mensen uiteraard altijd nog vragen achteraf kunnen stellen. Ja. We zijn op allerlei manieren te bereiken. Ja, en ik denk ook dat we werkvinden Alf even kunnen bedanken. Ja. Ja, mocht er nog een aanleiding zijn, kunnen we al een keer dieper op de zaak ingaan misschien nog. Ja. Nou ja, wat u kunt doen als u een mailtje stuurt, kunnen we ook altijd even de sheets naar iemand toe mailen als iemand het graag wil hebben. Dus dat kan ook. Ja, als u nog even naast aan denkt van god, het ging toch wel allemaal heel erg snel, dan is dat altijd mogelijk. Ja. Dus in ieder geval dank voor uw aandacht en misschien tot horens of tot ziens.